Zodat ik met postcode ook. Postcode boekertje, we gaan nog een keer zo dik. Gerard de Prie, ooit de sterkste man van Nederland, verslond telefoonboeken bij de Vleet. Vandaag verscheurt hij voor het laatst de allerlaatste telefoongids. Het boek heeft veel betekend voor de carrière van de ondertussen 81-jarige. En met veel plezier denkt hij daar nu aan terug. Die heb ik ingelijst, heb ik erop gehad. Waar ik overal geweest ben. Maar de telefoonboek op zich zal hij niet echt missen. Dus je boeken ben over, dat is uit. Dat is nostalgie, zeg maar. Alleen de oude mensen, ja, die zitten er een beetje mee. Die geen laptop hebben en zo. Het is jammer, maar het is weer een hoofdstuk dat afgesloten is. En ik heb er een hoop geld mee verdiend om ze door te scheuren. Dus ik ben blij dat het over is. Bedankt, het was mijn laatste boek. Ik ben blij dat ik eraf ben.